Wij staan hier in Kerkrade op de Holststraat en daar hebben wij vandaag afval van productie van synthetische drugs aangetroffen en grondstoffen voor het vervaardigen van synthetische drugs. We kregen vanmorgen vroeg een melding van omwonenden in verband met stankoverlast. Daarna zijn we samen met de brandweer gaan kijken en in eerste vrachtauto troffen we inderdaad afvalstoffen aan. En verder onderzoek leverde op dat we grondstoffen aantroffen in een vrachtauto en in twee loodsen. Het gaat inderdaad om volgens kenners een vrij grote drugsopslagplaats. We gaan het afval opruimen. Dat zal enige tijd in beslag nemen. Dat moet natuurlijk zorgvuldig gebeuren in het kader van de veiligheid. En verder gaan we natuurlijk onderzoek instellen om te kunnen achterhalen van hoe een en ander heeft kunnen gebeuren. En mogelijk dat er nog mensen aangehouden gaan worden. Heb je daar